Secret AS. Het is geboren, 25 februari. En u hoort het al aan de naam. De vader is de Henk Secret. Daarachter het mooie bloed van Feeder Mark. En dan zien we daarachter het bloed van Fleming. Is een hengst en zoals u ziet, het is een vos. Fokker, eigenaar, mevrouw Oom Ebbelaar Trachtman. Ja. Dat moet wel. En dan is het altijd een verrassing. Dat komt eruit. Ja, hopelijk een beetje. Oh ja, tuurlijk. Ja. En dan Mary komt dan nu. Net als hij langs loopt. Ja. Dezelfde mede als hij juist bent. Ik kom aan de eigen. Ja. Kijk ze maar eens even, dames en heren, een dressuurveulen. En ik heb het u verteld, waar gaan we op letten? We hebben net gezien toen hij zich opstelde, we kijken naar het exterieur, hoe is dat veulen gebouwd? Dan gaan we kijken naar het gangwerk. Ja, dames en heren, en hoe leuk is het dan om te melden dat je als eerste de ring in moet vanmiddag dan. En je hebt ook nog nummer 13, dus daar geloven we nu maar in, want op de eerste plaats is geëindigd de nummer 13, Naughty Secret AS, de Secret Videomarkt Fleming, de volstrekking Fokker-eigenaar, mevrouw Orlando Ebbelaar Trachtman. Nou, meneer Poppelaars, en waarom dan deze? Ja, dit veulen viel vrij goed die binnenkwam op. Het was een lange lijnheid. Het is een geweldige manier van stappen. Ik denk dat dat gewoon in de natuurpot vandaag en dag gewoon het aardig is. Een paard moet kunnen stappen. Doet deze op een geweldige manier. Ik zou nog even in draf iets meer power mogen hebben achter. Maar is te vergeven. Hij is groot, hij is jong. En ik denk dat dat straks helemaal goed komt. Een veulen dat sterke verbindingen heeft. En ja, in mijn ogen een belofte voor de toekomst. Dankjewel. Nou, hele mooie commentaar, dames en heren, voor deze winnaar. Ja, ik zou zeggen, meneer Poppelaars, loopt u naar ze toe. U kunt ze ook feliciteren, complimenteren. En u ziet, dames en heren, ook voor de dressuurveulens en natuurlijk dan in dit geval voor de moeder, is daar die mooie deken van Wiemond en van Wijk. En ik zei u al, we hebben ook nog een leuke herinnering in de vorm van een miniatuurauto. Het lint wordt aangehangen bij de Mary. De felicitaties zijn daar voor de voorbrengers. En ik moet ook iedereen complimenteren, want dames en heren, exact om 6:15 stonden al deze Mary's met hun knappe foto's bij de vooropstelling. Maar dat is natuurlijk fantastisch, want je zal het maar moeten doen met je Mary en je veulen op weg hier naar het mooie Haarlemmermeerse Bos. Felicitaties zijn daar overgebracht en de foto's zijn gemaakt. En dan zou ik zeggen, laat ze nog een keer rondkomen. Die prachtig mooie dressuurveulens. En dan wil ik natuurlijk ook heel veel dank zeggen aan de vrienden van Noord-Hollandse Paardenveiling. Want zij hebben gezorgd dat we dit jaar voor het eerst, gelukkig mag ik wel zeggen, de veulens weer terug hebben. Hier in het prachtige Haarlemmermeerse Bos tijdens Concours Jippie Haarlemmermeer 2018. Ja, en dan wordt het spaardriempje nog even vastgemaakt van de deken. Ja, details hè. Want anders dan gaat die deken straks los. Ja, en dan gaan we rond voor die ereronde. En dan weet ik zeker dat dat mooie springveulen nog achter de tent verder staat. Want ja, dan doen we de kampioenen nog één keer naar binnen, dames en heren. En dan kunt u dit mooie beeld vasthouden op uw netvlies. Want ik roep bij veulens altijd, de jeugd heeft de toekomst. Gaat u maar. Yes. Yes. Dat is goed. Kom maar. Yo. Daisy.
Foto. Maak het goed. Oh, Cobra. Ja, natuurlijk. En daar komen ze. De reisdienaars van de stuurkeulend. En u ziet al aan de overkant. Daar is ook weer de kampioen bij de springkeulend. En natuurlijk komen ze allemaal nog één keer aan u voorbij. En heeft u deze mensen met keulens mooi gevonden? Laat u dat dan vooral klinken in een mooi applaus. De kampioenen van de Veulenkeuring in het Haarlemmermeerse bos. Kom voor je piek Haarlemmermeer. Ja, ik zou zeggen, loopt u maar. En de firma Koopmans, die zet er nog een mooi muziekje onder. Dames en heren, laat uw enthousiasme horen. De Veulen, Sietert, die gaat naar de verkeerde voeder. Sietert, de verkeerde voeder. Ja, dat begrijp ik. Kijk eens aan, dames en heren. De kampioen bij de stuurkeulend. En de kampioen bij de springkeulend. Niet te dicht op elkaar. Geef ze nog applaus bij de kandidaat van dames en heren. Nogmaals, dankzegging aan de vrienden van de Noord-Hollandse paardenveiling. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dit was nog maar.